Dit is het uur van mooie mensen. Vraag maar aan mooie mensen. Dus leef je in, want mooie mensen, daar verrijk je je wereld mee. Met mooie mensen. Ja, dag mensen. Ik ben Dille Sterksen van het programma Mooie Mensen. En het programma Mooie Mensen, dat is een programma waarin ik een uur lang ongeveer ga praten met iemand om te horen waarom iemand geworden is zoals die is. Het is vandaag zaterdag 24 juni 2023 en deze keer heb ik geen gast, maar wel een belangrijke mededeling. En die mededeling is dat ik vandaag met iemand sprak aan de telefoon en daar had ik wel eens vaker contact mee gehad in het verleden. Die was super enthousiast over mijn enthousiasme en mijn werkwijze en alles wat ik doe in, op werkgebied en wat voor frisse kijk ik op het leven had en zo. Maar goed, die volgde mij ook in de coronatijd en die heeft gezien dat ik omgekeerde vlaggen op LinkedIn zette. En hij zei, nou, als ik met mensen omga, dan zeg ik altijd tegen hun, doe dat niet, doe op LinkedIn nooit privézaken en zeg alleen zakelijke dingen. Deel nooit iets, ook niet iets van politieke aard. Nou, ik wou nog tegen hem zeggen, weet je, volgens mij is het nou zo ontzettend leuk dat iedereen steeds meer privé dingen gaat delen. Want hij zei, ja, maar het is natuurlijk geen Facebook. Nee, het is geen Facebook, LinkedIn. Maar weet je wat ik wel heel erg belangrijk vind en heel erg leuk vind? Als ik iemand beter leer kennen door de dingen die hij of zij schrijft. En juist als het die wat privé zijn, of misschien juist wat politiek gekleurd, dat maakt een mens tot een mens wat hij is. En dat zegt ook iets over de manier waarop diegene werkt in het werkveld. Nou ja, goed. Dus dat is een gesprek al die vandaag gehad. En uiteindelijk kwamen we erop, of hij kwam er eigenlijk op. Nou, laten we eens een keer met elkaar in gesprek gaan. Want ik heb misschien al die keren dat ik dat zag en zo, misschien een verkeerd beeld erover gehad. En vertel eens even hoe dat bij jou zat. Want hij zei, het Cultureel Planbureau is het. CBP, sorry. Die heeft natuurlijk onderzoek gedaan en daaruit kwam naar voren, hè, dat er eigenlijk veel meer naar de mensen geluisterd had moeten worden. En zeker in de coronatijd, dat iedereen heel erg hard aan het roepen was dat wij het er niet mee eens waren. Omdat onze grondrechten werden geschonden en de vrijheden werden afgenomen. Zijn we natuurlijk totaal weggezet als mensen die waar je eigenlijk gewoon geen aandacht aan moet besteden. Want dat dan maar beter is en dat je geen platform kan bieden. Nou, en dat allemaal weer verteld te hebben, dan zeg maar vandaag, dacht ik er weer aan, hoe belangrijk is het? En serieus, ik doe dat zelf ook wel eens niet. Ik ben ook wel eens niet eerlijk tegen iemand. En ik zeg ook niet altijd helemaal precies, laat niet altijd het achterste van mijn tong zien. Want als je dat wel altijd doet, dan is iedereen gekwetst en gekrenkt. En dan heb je misschien helemaal niemand meer om samen te werken. Hè? Dus dat is ook weer de andere kant. Maar wat ik wel dacht over dit gesprek is dat het zo belangrijk is dat je reflecteert op wat je doet. Dus daar bedoel ik mee dat als jij iets hebt gezegd of gedaan waarvan je denkt, ik weet het niet, dat je er even over nadenkt en achteraf nagaat of het wel juist was wat je deed. En ik denk dat deze manier waar ik vandaag mee gesproken heb, dat ook had kunnen doen en niet pas naar aanleiding van mijn telefoontje vandaag en zo'n cultureel planbureau, hè, dat onderzoek daarvan, pas denkt van, goh ja, misschien had ik de mensen die anders over de coronatijd dachten wel wat anders kunnen benaderen en misschien had ik daar eens anders naar kunnen kijken. Gelukkig komt het bij die man nu en komt het niet nooit, hè, want dat is natuurlijk ook heel fijn. Maar toch denk ik dat het heel belangrijk is om je af te vragen of de dingen die je doet wel zo gaan. Of je die wel zo goed hebt gedaan. Hè? Want welke afweging heb je daarbij gemaakt? Was het eigen belang? Heb je eigenlijk wel ingezet voor een ander? Enzovoort. Nou, en ik heb dan wel geen gast vandaag. En ik heb dit verhaal nu verteld. En ik heb nog een klein ander verhaaltje. En dan ga ik iets een klein liedje laten horen. Want dat is het laatste stukje wat ik wil vertellen. Dat op 23 mei stond ik voor de Eerste Kamer om te demonstreren tegen de pandemiewet die dan ingevoerd zou worden.
Nou, de teleurstelling heb ik al eerder in een filmpje laten blijken dat dat zo groot was dat ik daar aanwezig was bij iedereen die daar mee instemde voor die pandemiewet eigenlijk. En er waren 49 stemmen voor. En dan hoorde ik zat dus live erbij en ik zag al die mensen daar zitten. En ik zat nou toevallig tegenover het GroenLinks, even kijken, VVD, Paul Roosmuller zit volgens mij bij de... God, dat weet ik nooit eigenlijk, maar daar zat ik ook tegenover. Maar in ieder geval tegen het hele blok, behalve Annabeth Nanninga, Annabel Nanninga, daar zat ik ook tegenover. Maar die stemde dan tegen de pandemiewet, maar de rest stemde allemaal voor. En als je daar nou zo live bij aanwezig bent, zoals ik, nou ja, het ging me door merg en been en ik snapte echt niet dat die mensen daarmee in konden stemmen. Maar voor het eerst, en dat is wat grappig, want tijdens de coronacrisis ben ik natuurlijk heel veel mensen tegengekomen die anders denken over de overheid en niet overal mee eens zijn, daar kritisch op zijn en daar ook heel slimme dingen over zeggen. Maar die had ik in mezelf al wel ontmoet. Alleen nu pas, na die 23 mei 2023, terwijl we al lang geen coronamaatregelen meer hebben en dat alweer een jaar, meer dan een jaar achter ons ligt, toen besefte ik pas van, ja, maar weet je, eigenlijk maakt het niet uit dat er nu is ingestemd met die pandemiewet, want we zijn met elkaar. En op 9 juni gaf ik een feestje, want ik was geslaagd immers voor mijn, of immers, dat weten sommige mensen helemaal niet die dit voor het eerst kijken, voor mijn studie. En daar was ik zo ontzettend blij mee. Ik dacht, nou, dan ga ik dat dus even nu vieren, samen met het feit dat ik jarig was geweest. En dat heb ik gevierd met allemaal mensen die ik eigenlijk best wel heel veel heb ontmoet in de coronatijd. En waar ik dus gewoon het idee bij heb van, nou ja, daar kan ik gewoon mezelf bij zijn, wie ik ben. En toen dacht ik, ik wil die mensen allemaal even wat zeggen. En eigenlijk was dat deze boodschap, namelijk dat ook al, ja, moet ik er toch even weer over nadenken, maar ook al loopt het allemaal anders, we hebben toch elkaar. En dat lijkt zo lekker simpel, maar ook al is iedereen nu niet de hele tijd mee bezig en weet ik veel wat allemaal. Maar ik zag dat Marianne Zwageman had gepubliceerd dat die cultureel planbureau had gezegd dat er meer dan 2,5 miljoen wappies zijn. Nou, voor mensen die kritisch op de overheid zijn, 2,5 miljoen. En ik neem aan dat we ongeveer nu 18 miljoen Nederlands hebben. En laat dat niet allemaal volwassenen zijn, want het zijn heel veel kinderen en jongeren. Dus kun je nagaan wat een groot deel van de volwassen mensen dat is. En dat is hartstikke gunstig. En ik heb tegen al die mensen gezegd die bij mij thuis waren, van ook al wordt het tegen of voor zo'n pandemiewet gestemd, ook al gebeuren er allerlei andere dingen, ik besefte me opeens dat wij elkaar hebben. En dat had ik in een liedje gezongen. En dat liedje dat is Thuis van Brigitte Kaandorp. En dat gaat enkel maar over één iemand die een ander iemand vindt waar die zich zo ontzettend bij thuis voelt. Maar ik denk dat ik dat in ieder geval voel bij alle mensen die ik tegen ben gekomen in de coronatijd. En dat is heel belangrijk en ik hoop dat jullie dat ook zo voelen. Want met z'n allen staan we sterk en we zijn met zoveel mensen. Dus het komt allemaal wel goed. Maar dat lijkt in eerste instantie niet helemaal te passen, maar want het gaat over één iemand en zo. Maar eigenlijk betekent het wat ik bij jullie allemaal voel. Oké? Okay? Dan moet ik even denken, hoe gaat het ook weer? Open de sokken.
Dansen. Ja.